en welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan wij een journal maken van oude kerstkaarten. Het is dus een beetje een junk journal, alleen niet helemaal, want ik heb de journal niet helemaal van afval gemaakt, maar deels, namelijk deze oude kerstkaarten. Hier ben ik dus aan het kiezen welke kerstkaarten ik het leukste vind. En deze dunnere is voor de rug en de andere twee voor de voor- en achterkant. In eerste instantie wilde ik de witte kant als achterkant gebruiken, maar dat vond ik toch nog een beetje saai. Dus uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Deze kaarten zijn altijd een halve centimeter korter dan dat de echte rug van het boek is. Ik ga namelijk straks met karton de basis maken. En dat zal je straks ook zien. Dan zal het wel duidelijker worden. Dus dit is dan ook een halve centimeter kleiner. Hier heb ik dus de signatures, noemen ze dat. En die ga ik straks met elastiek vastmaken. Zodat ik ze er ook nog uit kan halen. Ik kan er ook voor kiezen om dat in de rug van het boek te naaien of ja, hoe je het zelf eigenlijk wilt. Maar ik had ervoor gekozen met elastiek, omdat ik ze dan ook makkelijk nog eruit kan halen. Oké, de rug van het boek is 18,5 bij 8 en de andere delen zijn 18,5 bij 13,5. En dan zijn de kaarten die ik erop ga plakken allemaal 18 bij 13 en van de rug is die dus 18 bij 7,5. Allemaal een half minder. Hier ga ik papier uitkiezen voor op de kartonnen delen. Als je hem helemaal als junk journal wilde gebruiken, wat ik me nu dus ineens bedenk. Je kan bijvoorbeeld ook van een cereal box of andere dingen kan je dus ook de buitenkant maken, zodat hij wat steviger is. Maar ja, ik vond dit karton wel fijner, want dat is echt dikker dan bijvoorbeeld een cereal box. Dus dat houdt dan meer gewicht. Hier kies ik een kleurtje uit van de winterpapier. Deze is van Craft Sensations volgens mij. Deze is echt zo leuk.
En deze heb ik bij Xenos gekocht en dat zijn eigenlijk allemaal gekleurde vellen. Die waren toen volgens mij 10 euro per stuk of zo. Ik weet niet helemaal zeker meer. Maar ze waren toen in de uitverkoop. Het papier is 16 bij 24,5. En dan doe ik van elk kant 3 centimeter naar binnen. En dan is hij straks precies in het midden de rug. Ik gebruik tacky glue, alleen het is wel jammer van deze Xenos papieren dat je echt hem helemaal strak moet trekken. Want je ziet straks ook wel bobbeltjes, wat op zich niet uitmaakte, want de kerstkaart kwam er nog overheen. Maar als je dat niet zou doen, dan zou dat wel zonde zijn. En hier had ik natuurlijk ook scrappapier voor kunnen gebruiken, dus vandaar dat het niet helemaal een junk journal is. Altijd even die stukjes inknippen. Want ja, je wilt niet dat die randen gaan scheuren. En hou dus dan ook genoeg ruimte ertussen. Dit was eigenlijk nog iets te weinig ruimte. Dus ik zou nog adviseren om iets grotere ruimte ertussen te laten. Deze stukken werden 13,5 bij 22,5. Ik vind het trouwens heel erg leuk dat er veel nieuwe mensen bij zijn gekomen. Dus welkom als je nieuw bent en dit de eerste video is die je ziet van mij. Deze shaker sticker, die heb ik van Creatief met Papier. Ik weet niet of ze ze nog heeft, maar als ze ze heeft, dan moet je even naar haar Instagram gaan. En dan even Creatief met Papier intypen. En dan krijg je haar Instagram en dan kan je via haar Instagram kan je naar haar webshop. Ze gaat ermee stoppen, dus het kan zijn dat dit al uitverkocht is. En deze marble papieren heb ik van de Action. En die waren eigenlijk precies groot genoeg voor de stukken die over waren aan de binnenkant. Dus deze stukken zijn 13,5 bij 17,5. Nou, ik denk eigenlijk 13,5 bij 18. Ja, dat zal het zijn. 13,5 bij 18.
Voor liniaal gebruik ik voor het verspreiden van de lijm, zodat je geen bobbels krijgt. En dit scoren gebruik ik zodat er al een creaseje komt. Dat als je hem straks dicht doet, dat hij dan niet vast zit en kapot scheurt. Hier zie je dus wat ik bedoelde, dat ik van die signatures ging maken met dat elastiek. En die doe ik gewoon uitrekken en er omheen vastknopen en daarna vervolgens om het boek heen schuiven. En nu kan ik ze dus ook zo makkelijk er weer uithalen om een mixed media iets van te maken of een journalpagina, etc. Je zou dit ook voor een bullet journal kunnen gebruiken. En dan gaan we als laatste nog de binnenkant versieren. En deze gnoomkaart die had Belinda voor mij toen gemaakt. En die vond ik super leuk, dus die wilde ik heel graag bewaren. En die heb ik daarom daarin geplakt. Dit is dus het eindresultaat. Als je het nou een leuke video vond, geef een duimpje omhoog. Laat een comment achter en vergeet je vooral niet te abonneren. Want ik zie dat ook heel veel mensen kijken die nog niet op mij geabonneerd zijn. Dus het zou zeker leuk zijn als jullie ook zouden abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken. Zometeen komen er nog foto's aan. En ik zie jullie snel weer. Doei!